we zitten in de auto naar België voor de Belgian International. We rijden nu in België al. We komen over een uur. Een uur komen we aan. Ik moet om 2:50 spelen. Alida ook rond die tijd en Maaike en Alida dubbelen samen. Om 4:00 of zo is dat? Ja. Dus ja, ik heb zin in het toernooi. Het is het eerste toernooi weer van het seizoen. Ik weet niet of het al hard staat. En ik mag de eerste wedstrijd tegen iemand uit de kwalificatie uit Engeland. En als ik die win, dan moet ik tegen iemand uit Denemarken. Dus ik heb er zin in. Yay, jullie ook? Ja. Ja. Ik heb veel zin in. En wij delen met elkaar een hotelkamer, like old times. Zeker met Maaike. Maaike is mijn oude dubbelpartner van bij de jeugd. En ja, wij sliepen altijd samen op de kamer en zo. Super gezellig altijd. Dus daar heb ik ook wel zin in. Ons hotel is echt in het centrum volgens mij. Wat ook niet heel ver is van de hal. Dus dat is ook wel leuk. Het is het Leuven. Leuven gaan we naartoe. En Leuven is echt een studentenstad. Dus ja, het zal wel een leuke stad zijn volgens mij. Ik ga wel tijdens de toernooien die ik speel niet heel veel vloggen in de hal. Want ja, ik wil natuurlijk wel gewoon bezig zijn met mijn wedstrijden en gewoon het toernooi zelf. En dan ga ik niet superveel lopen vloggen en met mijn telefoon lopen in de zaal. Dus maar ja, ik zal kijken wat ik wel en niet kan filmen. En dan zullen jullie het allemaal wel zien. Hypermarché Carrefour. Alors profitez de notre grande action. 3 bouteilles de Château Laborde. Nee, die is niet tevreden over die banen. Hij is echt al 100 keer uitgesleurd. Echt Yeah, move. Ja, dat winning, hoe zeg je dat? Overwinningsdansje van Rune, dat was voor mij, want ik heb 2 partijen gewonnen vandaag. Yay! Ik sta in de kwartfinale van Belgian International. Rosalie is ook helemaal happy voor mij. Thanks. Ja, dit is de eerste keer dat ik een kwartfinale heb gehaald op een international challenge. Dus ik ben super blij. En ik spreek me helemaal kapot. Het is echt niet normaal warm hier. Maar ja, ik speelde de tweede ronde tegen een Deens meisje waar ik in Polen vorig jaar van had verloren in 3 sets. Ook net aan. Dus ik ben zo blij dat ik gewoon revanche op haar heb genomen. Ik stond 20-15 voor. En meestal, ja, meestal is dat wel zo'n stressmomentje zo van, oh, als ik het maar dat laatste punt nog kan halen. Want het laatste punt is best wel lastig, vaak. Nou ja, 20-16. En toen gelukkig scoorde ik het winnende punt. Dus daar was ik wel heel erg blij mee. Het was ook te volgen op de tv-baan. Dus dat ga ik ook nog even terugkijken. Kijken wat ik allemaal goed en fout heb gedaan. En wat ik kan verbeteren en zo. En ik ga zo even naar de masseur. Ik kan wel een massage gebruiken. En daarna snel douchen. Maaike en Alida die moeten nog spelen. De damesdubbel. En ik slaap met hun op een kamer. Dus daar moet ik sowieso op wachten. En dan gaan we samen naar het hotel in de stad. Oh ja, morgen moet ik tegen een Japanse. Ah, we gaan het zien. Is dat goed? We zien het wel. Heb jij haar zien spelen? Weet ik niet. Ik heb haar niet. Ja? Dus. Daar moet ik tegen. Maar ja. Aan de bak. Ik moet weer aan de bak, maar ik heb er zin in. Ik ben gewoon blij dat ik kwartfinale sta. En ik ga gewoon alles geven om hopelijk een halve finale eruit te kunnen slepen. Ja. Dat was het. Doei. Wil jij nog wat zeggen, doei. Nadia? Doei. Nadia, die kan gewoon vloeiend Nederlands, hè? Ook al komt ze uit Zwitserland. Verrassing. Ja, ze heeft wel een leuk accent, ja. Zwitsers accent. Zwitsers accent. Ja, klopt. Oké, okay, doei. Oh, doei. We staan gewoon stil in de lift. Dat is niet grappig, want ik moet spelen. We staan gewoon stil.
We zitten vast. En de deur kan ook niet open, want het is halverwege een verdieping. Zie je dat? Maar dit zegt hij nu al. Oh, dit meen je niet! Scheiße. 20 minutes later. Oké, we zijn bevrijd uit de lift. Gelukkig. Jeetje Mina, ik krijg er helemaal heet van. Ik dacht, stel we staan een uur vast of zo, dan kom ik mooi te laat of zo. Maar gelukkig was dat niet. En nu gaan we naar de hal. De meiden gaan al naar huis, want ze hebben gisteren verloren helaas. Maar er zitten nog veel Nederlanders in het toernooi, dus... Dus, we hebben er zin in. Service over. 1-0. Ik ben eindelijk thuis vanuit België. Ik ben met Ruben en Deborah mee teruggereden, maar we stonden echt super lang in de file. Er was een ongeluk gebeurd. Dus ik ga het nu ook heel kort houden, want ik heb enorm honger. ja, mijn partij tegen Japan heb ik verloren in 2 sets met 21-10 en 21-11. Komt veel beter. Maar ik ben wel heel erg blij dat ik een kwartfinale eruit heb gehaald. Ook gezien het feit omdat ik toch ziekjes ben geweest en zo de afgelopen tijd. Dus ik ben wel blij dat ik revanche heb genomen op die Deense meid gisteren. Dus daar ben ik wel heel erg blij mee. Dus ja, ik ga hopelijk snel weer fit worden. Zodat ik weer goed kan spelen, beter kan spelen. Ik ga mijn wedstrijden natuurlijk terugkijken op internet om te kijken wat er beter kan. En zo, eerstvolgende is volgende week weer een competitiewedstrijd in Langeveld in Duitsland. Dus daar heb ik ook weer zin in, want we hebben een heel leuk team zoals je in de vorige vlog kon zien. Ik ga lekker eten. Yes! Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal, als je dat nog niet gedaan had. Want dan blijf je gewoon op de hoogte van mijn filmpjes en zo. Want ik heb niet een echte vaste datum wanneer ik elke keer een video plaats. Omdat ja, mijn schema natuurlijk verschilt elke keer qua badminton. Dus wil je geen video's missen van mij, dan abonneer je dan even op mijn kanaal. Ja! Mijn moeder ging even bukken voor de video. Nou, eet smakelijk. Doei!